Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze Sprookjes met Geron de Wulf. Live vanuit Comedy Café De Joker in Antwerpen. Als je jong bent, dan worden er vaak sprookjes voor je verteld en dan groei je op en dan stopt dat. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes voor volwassenen. Ik word vandaag bijgestaan door heel goede kameraad Thomas Smith. Hi. Hi. En de opdracht die we uit ons publiek hebben gekregen, Thomas, je hebt het al gehoord. Ja. Er was eens een oud seniel mannetje dat een geel hesje droeg en graag wou werken. Voilà. Oké, okay. Kunnen we dat onthouden? Ja. Goed, dan hier gaan we. Ja. Er was eens een oud seniel mannetje dat een geel hesje droeg en graag wou werken. Ja, het zotte was, die had al werk. Maar ja, omdat je seniel was, wist je dat niet gewoon. Dat is ongelooflijk. Oh ja, die had zelfs een fluwe hesje, die was parkeerwachter. Hè? Met dat hesje. En die liep altijd maar rond, zo, ik wil werk. En die van, maar gast, geen werk. Waar moet ik mijn auto zetten? Dat was het ongeveer. Ja. Dat was moraal. Nog een suggestie, iemand? De moraal van dit verhaal is dat we voor de kutjobs altijd seniele mensen moeten hebben. Want die blijven ervoor gaan, oké? Okay? Slaap lekker. Slaap lekker. Okay.